Goedemiddag, ik zit hier bij de familie Oosterregel. Leuk Jeroen en Lydia dat ik jullie mag interviewen over jullie dochters. Jammer dat jullie er niet bij kunnen zijn in Tokio. Ja. Maar volgens mij zijn jullie er al even aan gewend. Ik ga jullie wat vragen stellen. Ik was in de eerste plaats heel erg benieuwd hoe jullie dochters zo terechtgekomen zijn in de atletiek. Misschien kunnen jullie daar iets over vertellen. Misschien. Nee, die is voor jou. Oké, die is voor mij. We woonden in Bachmen en het was eigenlijk logisch gevolg dat de meisjes daar op de hockey gingen en onze zoon zat daar op voetbal. Maar ja, voetbal was niet zo'n sportvorm, dus toen zochten we iets anders en toen kwamen we bij de atletiek uit, omdat wij in onze jeugd zelf ook in onze studententijd aan atletiek hebben gedaan. En dat was een goede keuze, want hij ging kijken en hij vond het meteen hartstikke leuk. En nou, de meiden wouden natuurlijk ook wel mee om te kijken naar hun broertje. En die waren ook meteen verkocht. En die hebben toen een hele lange tijd de hockey en de atletiek gecombineerd. En op een gegeven moment moest er een keus gemaakt worden. Toen hebben ze allemaal voor atletiek gekozen. Ja, dus ze hebben allemaal voor atletiek. En was ook al vrij duidelijk welke disciplines dan het beste bij ze paste? Nee, want in het begin doe je alles. Ja. En dan, Emma die was eigenlijk wel goed in alle onderdelen, ook in het werpen. En ja, het werpen is van de andere kinderen een minder sterk onderdeel. Ja, dus daar onderscheiden ze zich echt in. Ja. Nou, leuk, ja. En jullie zelf ook actief geweest? Sportend? Ja, ik heb altijd gevoetbald. Je hebt altijd gevoetbald? De Komstra. Ja. En atletiek bij Phoenix in Utrecht. Oké. En is het altijd gevolleybald? Je hebt altijd gevolleybald. SVS. Ah. Dit ook komen later. Ja. Dus wel een sportfamilie. Ja. Ja, ik denk het wel. Ja. Ik was ook even benieuwd hoeveel impact dat nou op hun sociale leven heeft. Hebben zij nog veel tijd voor andere dingen? Doen ze studie? Waar wonen ze? Trainen ze? Nou, Emma die woont nog thuis. Voor een deel. Die studeert in Wageningen. Waterborne atmosfeer. En is eigenlijk 4 dagen per week in Papendal aan het trainen. En dat combineert ze dan af en toe met de overnachting bij een van haar zussen, want Hanneke en Marloes wonen al bijna aan hem. En het sociale leven, ze hebben altijd gesport. Dus sport en de omgang met sporters is ook een belangrijk deel van het sociale leven. Er is wel een verschil in. Emma is ook niet iemand die het feesten opzoekt, zou ik maar zeggen. Hanneke wel. Het is wel een feestbeest. Ja. Maar dat is allemaal het combineren. Ja, dat is hartstikke mooi. En wanneer hebben ze eigenlijk te horen gekregen dat ze geselecteerd zijn? Is dat lang geleden? Was dat nog spannend? Ja, nou, voor Emma was het al wel een tijdje duidelijk, want de plaats op de ranking was. Als je bij de beste 24 zit, dan kom je in aanmerking voor de Olympische Spelen. Dus dat was vorig jaar al wel duidelijk. En ze stond zodanig hoog dat ja, de kans dat ze eruit zag, buiten zou vallen, was niet zo heel erg groot. En voor Hanneke was het een verrassing. Die was eigenlijk helemaal niet in beeld, toch? Nee, Hanneke is normaal gesproken 400 meter horde specialiste. En op basis van de 400 meter horde, met haar tijden kwam ze niet in aanmerking met Tokio. Alleen in Nederlands team had zich wel gekwalificeerd voor de 4x400 meter. En daar was dan bekend, er zijn 3 toppers. En je gaat sowieso met 6 of 7 dames naar Tokio. Dus ze zochten nog wat extra lopers. En die selectie zou gemaakt worden in het afgelopen Nederlands kampioenschap. En daar heeft ze zich uiteindelijk wat op gericht. En ja, ze kwam als... best of the rest uit de bus. Ja. Dus mocht ze mee. Aha. En of ze dan daadwerkelijk gaat lopen, dat weten we nog niet. Maar nee. ze is in ieder geval bij het team. Ja. Dan zitten ze dus in Japan en wat doen ze nu de hele dag tot ze actief worden, in actie komen? Trainen, eten, rusten, eten, spelletje, fysiotherapeut, slapen. Ja. Nee, het leven is niet heel erg opwindend. Nee, die voorbereiding is ook niet iets wat ze dan... Het is natuurlijk wel mooi mee te maken, maar... Ze willen ook niet anders, hoor. Ze zijn echt wel met hun hoofd bezig. Dan moet het gebeuren. En in de aanloop
passen er geen rare fortsen. Ja. Ik denk dat dat, ook al was het er meer mogelijk geweest, zag die voorbereiding er niet heel erg anders uit. Nee. Want dan ben je ook alleen maar bezig met trainen en je op de wedstrijd richt en je rust veel. Je gaat naar de visio. Ja. Ja. Misschien kun je nog even iets meer vertellen over de beide onderdelen, want Emma doet is meerkamper. Wat is dat precies en hoe gaat dat? Alle onderdelen? Heeft ze bepaalde goede onderdelen? Ja, de meerkamp zijn 7 onderdelen. Je begint, het eerste onderdeel is de horde. Daar kan ze wel redelijk wel goed op meekomen. Het tweede onderdeel is hoogspringen. En vaak zit er dan iets meer een lange rust door tussen en dan is kogelstoten en afsluitende onderdeel. De eerste dag is de 200 meter. Ik denk dat 200 meter haar minst onderdeel is, maar daar wordt ze ook wel sneller op. En de volgende dag begin je met verspringen. En dat kan ze ook wel aardig. En speerwerpen is het ene laatste onderdeel. Nou, dat doet ze goed. Dus ik denk dat een van de betere speerwerpers bij de meerkampers. En als laatste is de afsluitende 800 meter. Een beetje afhankelijk van op welke plek je hebt, wordt dat nog in 3 series ingedeeld. En dan de laatste serie, dat zijn de beste, of degene die best in de ranking staan. Ja. En 800 meter kan ze ook heel goed lopen. Ja. En Hanneke? Estafette? Ja, Hanneke is normaal gesproken 400 meter horde. Ja. Specialist. Nu de estafette. Er zijn 2 estafette teams geplaatst. Het is een mixed team, dat is 2 mannen en 2 vrouwen. Die hebben vanmiddag al gelopen en zijn geplaatst voor de finale, dus die komen morgen nog een keer. Daar zit Hanneke niet bij, dus zij zal bij de groep van de 400 meter estafette voor de vrouwen lopen of reserve zijn, dat weten we nog niet. En ja, dat is niet zo ingewikkeld, hè? Dat is, iedereen loopt een rondje. En ondertussen geef je een stuk hout door, dat is de gedachtegang. Ja, dat is een belangrijk, maar dat is de juiste moment. Ja, dat je maar zeggen, ja. De Amerikanen zijn vanmorgen nog gedisqualificeerd. Oké, okay, ja. Dus, ja. Ik ben wel benieuwd, jullie kennen je dochters natuurlijk als geen ander, maar zit er echt een verschil in beleving? Hoe zijn dit, hebben ze veel aan elkaar? Ja, die hebben wel veel aan elkaar. Ja? Ja. Gewoon om even een momentje om even op iets anders te kletsen of zo. Ja. En het zijn wel, ja, het zijn 2 zussen en ze lijken dus heel veel op elkaar, maar goed, ze hebben ook wel hun eigen dingetjes. En dus Emma is wat meer bedachtzamer en Hanneke, die is wat, hoe zeg je dat, impulsiever op vlakken. Ja. Maar dat is ook helemaal leuk, dat ze wat verschil heeft af en toe. Ja, zeker. Ze stond elkaar mooi aan. Ja. Ja. Ze zullen elkaar ook niet altijd zien daar, of wel? Ze zitten nu in een stad in Shiba, dat is een uurtje treinen van Tokio. In een hotel, een atletiekbaan in de buurt. En in dat hotel zien ze elkaar continu, ze zitten op dezelfde afdeling spreken, dus dat is prettig. En op de baan ook wel. En op de baan is het hele team aan het trainen. Alleen, momenteel zijn de meeste atleten al in Tokio. Wat ik aangaf, zondag vertrekt Emma ook naar Tokio toe, naar het Olympisch dorp. En maandag Hanneke. Ja. En dan zullen ze elkaar ongetwijfeld ook weer zien. Alleen misschien dat het daar nog wel iets strenger is als het hotel waar ze nu zitten. Ja. Ik denk voor jullie ook spannend hier vanuit Diepeveen. Hoe gaan jullie supporten? Hoe gaan jullie dat doen? Hebben jullie veel contact? Ga je in de kamer staan springen? Of, spanning? Dat denk ik. Het is wel spannend. Ja. Ja, volgende week is het dan, hè? Het aankomende dinsdagnacht. Ja. Dan begint Emma. En Hanneke donderdagmiddag. En eventueel zaterdagmiddag. Ja. Ja. Maar spannend is het altijd. Ja. Ook als het hier in de buurt is. Waar het is. Nee. Ieder kind. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, ik weet niet, hebben jullie zelf nog iets toe te voegen of willen jullie nog iets kwijt? Volgens mij wel heel veel gehoord. Ja, ik weet niet. Nee, nou ja, ik hoop voor jullie dat het allemaal heel goed gaat verlopen. Ja. We zullen ook gaan kijken, we zullen de tijden ook even op de website van Dorpsplein Diepeveen zetten.
En dank ik jullie hartelijk voor het interview. En prettige dag verder. Ja, dankjewel.